mysterie van de verdwenen kinderen. In het jaar 2044 worden de kinderrechten in de wereld bijna overal gebruikt. Toch verdwijnen er in het dorp waar Michiel en Sophie wonen het laatste jaar steeds meer kinderen. Nou kinderen, vinden jullie het ook niet zo raar dat er de laatste tijd zoveel kinderen verdwijnen? Net nu alle kinderrechten zijn ingevoerd. Hey, ik krijg net een berichtje binnen via mijn Google Glass. Er is weer een nieuw kind verdwenen. Het is Pietje van 3 straten verderop. Oh nee. Weer een kind vermist. Kunnen we beter op onze eigen kinderen letten. Wel nee, pap. Ze zijn gewoon verstoppertje aan het spelen. Het is vast een grap. Ja, dat zie je wel vaker. Dat kinderen gewoon weglopen van hun ouders omdat ze een hekel eraan hebben. Maar Pietje heeft het heel leuk thuis. Hij heeft hele lieve ouders. Ja, hij is een hele goede vriend van ons. Wat willen jullie drinken? Doe mij maar een Fanta. Hè? Wat doet die verweerster raar? Niet schieten! Michiel en Sophie zijn gekidnapt door een mysterieuze bende. Hun ouders laten het er niet bij zitten en gaan op zoek naar hulp. Ja, die is het. Onze kinderen! Ze zijn meegenomen. Mevrouw, uw kinderen die heeft u toch gewoon bij u? Nee, Sophie en Michiel, ze zijn meegenomen door kidnappers. Rustig, mevrouw. Ik ben helemaal niet rustig. Oké, mevrouw. We gaan even op de satellietbeelden kijken waar ze zijn. Mevrouw, waar zijn ze gekidnapt? Ze zaten bij Café Buurten en ze waren in een half minuut weg. Het ging allemaal zo snel. Ja, en ze hadden allemaal pistolen. Oh, wacht. Ik heb een spoor. Ja, ik ook. Laat zien. Ze gaan door een tunnel en... Oh, nee. Ja, het signaal is weg. Oh, nee. We moeten ze weer op de vermiste kinderenlijst zetten. Net zoals alle kinderen. Ja, dat gebeurde ook al bij al die andere kinderen. Ja, mevrouw, sorry mevrouw, we kunnen echt niks voor u doen. Ja, sorry, we zetten ze op de vermiste kinderenlijst. Verdrietig en teleurgesteld keren de ouders van Michiel en Sophie terug naar huis. Hoe moeten ze hun kinderen nou terugvinden? En waarom en door wie zijn Michiel en Sophie nou eigenlijk ontvoerd? Hier zijn de kinderen, u verwachtte ze al waarschijnlijk. Eindelijk zijn die kinderen er. Ze zijn meer dan 3 uur te laat. Eindelijk zijn die rotkinderen er. Ben jij de baas? Nee, hij is de baas. Dat zie je toch wel? Baas B, de baas van de bouwvakkers. Michiel, ik wil hier weg. Onze ouders komen ons redden. Ik weet het zeker. Dan wens ik jullie ouders veel succes. Want precies hier hebben wij geen verbinding. Breng ze weg! Zo te zien staat Michiel en Sophie weinig goeds te wachten. Hun ouders hebben nog geen idee waar ze zijn. Maar dan krijgt moeder van Michiel en Sophie een ingeving. De chip! Jan, wakker worden! Wist je nog de chip die we hebben gezet bij de geboorte? Ja, goedemorgen. Politie! Ja, wat is er aan de hand? Ja, ik weet dat het 6 uur 's ochtends is, maar ik weet hoe we mijn kinderen kunnen vinden. En ook alle andere gekidnapte kinderen kunnen vinden. Oké, ik zie je zo. Oké, we komen nu aan. Kom, Jan. De moeder van Michiel en Sophie was alweer vergeten dat ze bij de geboorte een chip had laten inbrengen bij haar kinderen. Samen met de politie gaat ze op zoek naar de kinderen. Hé,
Dat villapark moet nu wel een keer af. Meer kidnappers kan ik niet regelen. Ja, Bas, anders gaat het veel opvallen dat er kinderen verdwijnen. Koffie? Ja, graag hoor, ja. Ja, ja, we komen dichterbij. Ja, het is hier ergens. We komen dichterbij. Ja, het moet je. Hé, hey, kijk, daar is de politie. En mama. Hey. We moeten ze waarschuwen, want overal hangen camera's. Maar nee, camera's. Daar zijn mijn kinderen. Mevrouw, stop. Daar hangen hier overal camera's. Stop. Niet dichterbij komen. Kijk, ze zijn naar ons. We moeten niet verder dan dit punt. Daar. Kantoor van de baas. We moeten een plan bedenken om binnen te komen. Er worden hier toch appartementen gebouwd? Wacht! Er worden hier toch appartementen gebouwd? Misschien kunnen we doen of we het willen kopen. Oké, goed plan. Dan beschermen wij jullie en de kinderen. Oké, dat drink ik niet meer. Sterke koffie, baas. Nou, volgens mij waren dat de vissen. Ja, wat zijn jullie klachten? Wij hebben geen klachten, wij zijn klanten. Baas, je hebt een afspraak. Ik heb helemaal geen afspraak. Stop, politie! Op de grond. Nee, ga alsjeblieft naar mijn plaats! Ik heb niks gedaan! En zo, door een kleine chip, wordt de bende opgepakt en komt er een eind aan hun kinderarbeid.